Nou, welkom allemaal. We gaan weer Bijbel lezen met Jurk en met Michael vandaag. Jelmer is er deze keer weer niet bij, maar misschien een volgende keer wel. Maar met Jurk en met Michael is het natuurlijk ook geweldig. Het allerbelangrijkste is dat we het gaan hebben over de Bijbel. En we pakken hem op bij waar we vorige keer gebleven zijn. En vorige keer zijn we gekomen tot en met vers 17 van het 8e hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel. Het boek Genesis. Maar voordat we van start gaan, hartelijk welkom Jurk en Michael. En je mag even gedag zeggen tegen de kijkeraars. Ja, hallo. Hallo Perry en hallo lieve Nederlandstalige luisteraars. En ja, ik moet mij een beetje entschuldigen dat ik niet zo goed Nederlands praten kan. Maar ik vind jouw taal heel leuk. Je probeert toch, dat is het voornaamste, hè, vriend? Ja. Verzoeken is het belangrijkste. Hè? Je verzoekt het. Ja, het is leuk. Even voor degene voor wie dit de eerste keer is, we pakken hem. We zitten de Bijbel heel serieus voor te lezen. En het bijzondere wat wij doen is, wij gaan uit van de, wat we dan vinden, de drie vertalingen die we alle drie min of meer hartstikke goed vinden. Waarbij de King James de leidende is. En dat is de vertaling uit 1611. En de tweede die we gebruiken, dat is de Statenvertaling, de Nederlandse versie uit 1637. En de Schlachterbibel, dat is de Duitse. En die is aan het begin van deze eeuw gepubliceerd. De Schlachter 2000. En Jurk doet dan de Engelse variant, ik doe het Nederlands en Michael pakt het Duitse erbij. Dus nou, en we doen het steeds in die volgorde. Dus Jurk mag beginnen met de Engelse versie en dan dus, pakken we hem op vanaf vers 17. Hè? Om ja, even de continuïteit. Ja. Ik ga daar nog een keer beginnen, ja. Ja. Dus vers 17 van Genesis, het eerste boek Mose, kapitel 8. Er staat geschreven: Bring forth with thee every living thing that is with thee, of all flesh, both of fowl and of cattle, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, that they may breed abundantly in the earth, and be fruitful, and multiply upon the earth. And Noah went forth, and his sons, and his wife, and his sons' wives with him. Every beast, every creeping thing, every fowl, and whatsoever creepeth upon the earth, after their kinds went forth out of the ark. Nu, ik zal niet verder lezen dan hier, maar ik heb direct een opmerking te doen. Ja. Iets wat mij nu bij deze lezing opvalt in vers 17, waar we verleden keer niet over gesproken hebben. Wilde je eerst zelf vers 17, 18, 19 in die Laten we dat doen. Lezen, laten we doen. Voordat ja. ik daar iets over zeg? Ik denk dat dat het begrijpelijkste overkomt voor de kijkeraars. Dat we even Engels, Nederlands, Duits. En dan mag jij als eerste met die opmerking over 17. Vind je het goed? Ja. Right. Pakken we de Nederlandse erbij. Ja, want je hebt hem gepakt tot en met 19, hè? Ja. Vers 17 op zijn Nederlands. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan. En dat zij overvloediglijk voortelen op de aarde, en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelde en al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten gingen uit de ark. En dan mag nu Michael met het Duits. Alle Tiere, die bei dir sind, von allem Fleisch, Vögel, Vieh und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, sollen mit dir hinausgehen und sich regen auf der Erde und sollen fruchtbar sein und sich mehren auf der Erde. So ging Noah hinaus samt seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche.
En wat mij dus opgevallen was, was dat we in de Koning James ofwel verstaan ik het verkeerd, ofwel toch een beetje een andere vertaling hebben, of een andere zichtwijze van vers 17. Mm-hmm. Er staat geschreven, bring forth with thee every living thing that is with thee of all flesh. Mm-hmm. Dit is zo wat van belangrijk. Omwille van dat we hier zien dat elk levend ding, ja, dat is dat woord dat hier gekozen wordt, every living thing, mm-hmm. thing is een ding, mm-hmm. alle levend ding van al het vlees. Dat geeft ons ganz duidelijk te verstaan dat planten geen levenwezens zijn. Ja. Ja, dat staat in het Nederlands, vind ik dit ook terug. Al het gedierte, ja, al het gedierte staat hier. Jij bedoelt al het levende, dat staat hier. Al de levende dingen. Ja. With every living thing. Daar is de King James weer ongelooflijk nauwkeurig. Nauwkeuriger als de Statenvertaling en nauwkeuriger als de Duitse vertaling. In mijn, ja, ja. In mijn verstaanswijze. Ja, ja. Ik ga daar geen ruzie over maken of zo. Ik zeg alleen maar van, als je dit hier leest, bring forth with thee every living thing of all flesh. Ja? Mm-hmm. Want de andere deel van de zin that is with thee, dat kun je schrappen. Dat is voor de verstaan van deze zin niet belangrijk. De hoofdzin is, bring forth with thee every living thing of all flesh. Ja. Bring met je mee alle levende dingen van al het vlees. En dan wordt het vlees opgezomd, gevogelte, runderen, alle kettle hier, vee, en alles wat kruipt op de aarde. Ja. Ja, daar wordt een onderscheid gemaakt. Maar het is gewoon deze deel van de zin. Bring met je mee elk levend ding van alles vlees. Ja. Dus planten leven niet. Nee. Daarom zijn ook geen planten op de ark geweest. Ja? Dus ik vind dat heel belangrijk. Want wij leven in een tijd nu, en dat weten jullie twee minstens even goed als ik, waar dat wij met deze globale verwarmingsagenda te vechten hebben. Mm-hmm. En waar dat we met die Gaia-beweging te vechten hebben. Mm-hmm. En waar deze Gaia-beweging in feite niks anders is als de verering, het aanbidden van de creatie in plaats van de creator. Ja. En dat gaat zo ver dat ze zelfs de planten aanhemelen of aanbidden. Ja? We hebben het allemaal gelezen en je kunt dat zelfs op YouTube intikken van die treehuggers. Ja? Ja. Die mensen die bomen omarmen en bij wijze van spreken, oh, de arme boom, die mochten niet afzagen, dat leeft niet, die leeft niet. Die vegeteert, zoals we in Duits zouden we dat zeggen. Dat vegeteert. Ja. Ik weet niet of dat je dat in Vlaams... In het Nederlands is dat zeggen. Precies zo. Vegeterend wezen. Ja. Ja, dat is een vegeterend wezen, maar dat leeft niet. Nee. Dat is een heel groot verschil. Want al het levende ding, bij wijze van spreken wat hier op aarde is, dat heeft de odem des levens in zich. Ja. En een plant heeft een odem van het leven niet. Ja. En is daarmee ook geen ziel. Ja, en dat is heel belangrijk als we deze studie nu doen, om denk ik daar ergens een keer op te drukken. Want kijk, de Bijbel is op elk moment, in elke vers en in elk kapitel en in elk boek belangrijk. Ja, daar neem ik niks van weg. Mm-hmm. Maar er zijn altijd dingen waar we zeker nu met die momenten of de tijd waar we nu in deze wereld in leven, waar we eens een keer een beetje meer de attentie op moeten gaan drukken. Of proberen die mensen meer attent op te maken. Mm-hmm. Om te zeggen van, kijk, wij leven in een wereld waar ons van buitenop opgedrukt wordt dat wij de schepping moeten respecteren op een manier die ganz anders is als die manier hoe dat God dat doet. Want God zegt, ga uit in de wereld en vermenigvuldig u en maak de dieren en alles u onderdaan. Mm-hmm. Dat, zo in die aard, min of meer zegt hem dat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik er misbruik van moet maken. Nee, nee, nee. Als ik van mijn baas opgegeven word om zijn wijngaard te beheren, dan moet ik die wijngaard zo beheren alsof die van mij is. Ja. En zeker met de wijngaard beheren heeft Jezus ja verschillende parabels gezegd in het Nieuwe Testament. Mm-hmm. Ja? En
so sollten wir auch mit der Welt umgehen. Wir sollten mit der Welt so umgehen, so als wir damit sollten umgehen, als ob es allemal von uns persönlich was. In uns persönlich Eigentum gehen wir ja auch nie mutwillig kaputt machen. Nee. Ne? Het zei, we gaan bij een versicheringsmaatschappij en verzekeren het en doen dan dus een misdrijf en verzekeringsbedrog. Dan wel, maar we zijn christenen, wij doen dat niet. Dus we doen alles vanuit een goed hart. Ja. Ja? Een hart dat God ons ingegeven heeft. Niet dat hart dat we van onszelf hebben, want dat is slecht van begin tot einde. Mm-hmm. Maar ik vind het heel belangrijk om hier eventjes een keer de punt op te drukken. En juist in die andere twee vertalingen, nog in het Nederlands, nog in het Duits. En Michael, misschien kan Michael direct eens een keer een beetje wat daarover gaan zeggen. Dus noods ook in het Duits, als hij zich daar beter in voelt. Vind ik het heel belangrijk dat we hier eventjes een keer op deze punt drukken. De Bijbel heeft altijd zo van die plekken waar dat ze heel speciaal erover is om dingen uit te leggen. Want je kunt ook al eerder in Genesis, namelijk in de eerste kapitelen, in de eerste twee kapitelen tijdens de schepping, daar kun je al zien dat planten geen levenwezen zijn. Als ik even mag, Perry, zou ik daar graag eens een keer op terug willen gaan. Ja? Mm-hmm. Ik doe dat nu niet met de Bijbel voor mij, dat hoeft niet. Ik moet dat dan niet in lezen. Mm-hmm. Maar op de derde dag schept God alle planten. Mm-hmm. En pas de dag daarna maakt hij de twee lichten in de hemel. Het grote licht voor de dag, dat wij de zon noemen. Mm-hmm. En het kleine licht voor de nacht, wat wij de maan noemen. Mm-hmm. En dus die planten worden geschept en hebben de zon niet nodig om te overleven. Want die zon bestaat op dat ogenblik nog niet. Mm-hmm. En later in de schepping, tijdens de schepping, zegt God, als hem de mens gemaakt heeft, ik geef je alle bomen en hun vruchtdragende zaden en alles groen spul en alles erop en eraan, dat zal voor u vlees zijn. Ja? Ja. Voor u zal het vlees zijn. Nu, dat is op den ogenblik als we met den zesde dag bezig zijn. Op het einde van den zesde dag zag God alles wat hij gedaan heeft en hij zag dat het zeer goed was. Ja? We weten dat, we hebben dat besproken. Mm-hmm. Eerste dag was wat hem deed was goed, tweede dag was goed, derde dag was goed, vierde dag was goed, vijfde dag was goed, zesde dag was zeer goed. Waarom? Het was af. Het was perfect. Als hij nu al die planten geschept heeft en al die dieren geschept heeft, of geschapen heeft, wat zeg je beter? Geschapen, ja, ja. Ja, dus als hem al die planten geschapen heeft, al die dieren geschapen heeft en al die mensen geschapen heeft en aan de beesten en aan de mensen zegt, voert u van die planten, dan wil dat ja zeggen, als die planten ook levenwezens waren, dat er dood al in de aarde gekomen was, zonder de zonde. Ja, 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 ja. Wij weten aber vanaf Genesis 3, Kapitel 3, met de verleiding van de slang, dat door de val des mensen het de dood in de aarde terecht kwam. Ja, mens heeft de dood in de aarde gebracht. Ja. Maar daarvoor hebben ze ook al gegeten. En je kunt geen levende planten eten, bij wijze van spreken. Je kunt niks eten wat leeft. Mm-hmm. Ja? God zegt het ook hier nog, daar komen we nu direct naartoe, als hem de mensen, als hem Noah en zijn familie verder ordineert wat zij mogen doen. Daar zegt hem ook heel duidelijk, je mocht niet van een levend beest gaan eten. Je mocht ook het bloed niet eten, dat is nog een andere zaak. Ja. Ja? Planten hebben geen bloed. Planten hebben geen centraal zenuwstelsel. Planten hebben geen hersenen. Planten hebben vooral één ding niet. Ze hebben niet de odem van het leven in zich. En dat wordt hier in de Koning James, tenminste volgens mijn begrip, of volgens mijn verstaan, duidelijker als in de andere twee vertalingen. Ja. En ik vind het omwille van de tijdstip waar we nu in dit ogenblik op deze aarde hier leven, en met die agenda die van die antichrist meer en meer gespreid wordt over de globale verwarming en bla 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 bla, vind ik het belangrijk om daar eventjes een keer op te wijzen dat planten natuurlijk met respect moeten behandeld worden. Gelijk dat we alles met respect behandelen. Ik behandel ook een auto van een ander met respect. Ik behandel een huis van een ander met respect. Elk dat wat van een ander is of wat van de natuur is, behandel ik met respect. Dat is voor mij is dat volledig normaal. Maar planten zijn geen levenwezens. En daarmee wil ik eventjes een keer mijn 5 minuten hier eindigen. Dan laat ik het graag een keer aan jullie twee over. Want ik vind dat is een belangrijk punt waar we eens een keer niet zo over zouden moeten vliegen. Want tenslotte zijn we hier voor een Bijbelstudie. Om de mensen ook duidelijk te maken wat aan kennis, wat aan wijsheid kunnen allemaal aan de Bijbel onttrekken. Ja, ja, wat op het puntje van mijn tong lag om hier op in te haken was dat als je het hebt over het eten van dieren,
Ik ben geen vegetariër, om het maar zo netjes mogelijk te zeggen. Toch voel ik, snap ik, dat het eten van dieren, dat heeft zijn langste tijd gehad. Er komt een tijd en dan doen we dat niet meer. Dan is dat over. Dan gaan we dat toch helemaal snappen. En het eten van planten, dat de vruchten van planten, nou ja, van plant zelf, dus je kan ook een kool eten of zo. Dat zal altijd blijven. En dat is ook helemaal dat is probleemloos. Zonder meer. En dat sluit helemaal hierbij aan. Dat is wat ik dus dacht toen jij erover begon, Jurk. Over dat onderscheid tussen levend en niet levend. En mensen, dieren en planten. En wat vind jij, Michael? Wat is jouw duit in het zakje? Ja, ik denk dat iedere keer de slachter de slechteste vertaling is. Ah ja, oké. Ja, en dus ja, ik ben vegetariër sinds 2 jaar nu. Mm-hmm. En ja, ik voel me heel blij daarbij, want ik denk dat het heel natuurlijk is dat als ik die eerste Kapitel van de Genesis lees, mm-hmm. dan zie ik dat God de Planten ordiniert heeft voor de mens om te eten. Ja. En dus ja. Ik kan het niet zonder ei en zonder fisch en zonder melk en zoiets. Maar voor mij moet geen Lebewesen gedood worden. Ne? Dat is voor mij het belangrijkste. En ik, ja, het is altijd, ik vind jouw Nederlandse Bijbelversie heel mooi. Mm-hmm. Want daar kan ik een beetje leren van Nederlands. Ja, ja. Maar altijd is de King James Bible deze, die is ja, meer detailliert. Ne? Da so ist, bleibt der Barkermaat. Ja, das ist so, ja. Fisch eet je doch das wel noch, Michael? Ja, Hera. Ja, ich frage mal, dann seht ihr ja, was sind nun mit einem Pesketarier? Ja. Das ist ja eine Benamung für alles unterdessen. Ne? Das ist jemand, die kein Fleisch eet, maar wel Fisch. Ja. En eieren en melkgerechten en dergelijke dingen meer, dat noemen ze een pescetariër. Ja. Iemand die nog vis, nog vlees eet, is een vegetariër. En iemand die geen enkel dierlijk product eet, is een veganist, gelijk ik. Ja. Alhoewel dat ik momenteel een beetje aan zonnige ben, want we hebben ons een paar eieren gekocht. Ik heb sinds 9 jaar, of sinds meer dan 8 jaar, de eerste keer een paar eieren gegeten. Oké. Okay. Ja. Ja, en ik ben een carnivoor. Ja. Maar het gaat natuurlijk, denk ik ook nog, het gaat uiteindelijk om hoe het in elkaar zit en dat we dat snappen. En dat de mensheid in zijn totaliteit ergens mee bezig is. Want dan laat ik 1 ding zeggen over het vegetarisme. Wat ik erg vervelend vind, dat is de omgang met mensen die zichzelf op de borst slaan. En die mensen die andere mensen die geen vegetariër zijn of geen veganist zijn, om die dan te schofferen en erop neer te kijken. Kijk, en dat kan niet de bedoeling zijn. Dat doe jij absoluut niet, Jurk, en dat doe jij ook niet, Michael. Maar ik vertel je, en dat weet je denk ik zelf ook wel, er zijn mensen, vooral in die milieuhoek, die dan zichzelf een betere mens vinden, omdat ze alleen maar planten eten. Hmm. En dat is navolk. Bij mij heeft het allemaal gewoon te doen met de moraal die men voor zichzelf opstelt. Ja. En ik doe sinds enkele jaren mijn moraal meten aan de Bijbel en de Bijbel alleen. Ja. En de Bijbel waardeert al het leven. En in de Bijbel wordt gezegd, je zult niet doden. En ik vind het persoonlijk hypocriet om een huisdier te bezitten. Mm-hmm. Maar andere dieren te gaan doden voor mijn plezier, omdat ik ga eten, maar te zeggen van ik hou van mijn huisdier. Ja. Als ik van dieren hou, en dat doe ik als ik huisdieren heb, mm-hmm. anders zou ik geen huisdieren hebben, anders zal ik dieren hebben voor te telen, voor daarvan geld mee te maken of daarvan te eten of zo, dergelijke dingen meer. Maar mm-hmm. ik heb een huisdier voor mijn plezier, ja, of voor het plezier van het dier, mm-hmm. of voor een leuk leven samen met het dier door te brengen, daarvoor heb ik huisdieren. Ja. En als ik dan zeg van ik hou van dieren, dan hou ik toch van alle dieren.
En dan is het toch niet in orde dat ik zeg, maak maar een dier dood, dat ik daarvan kan eten, als ik het niet hoef te eten. Mm-hmm. Kijk, als ik morgen geconfronteerd word met een levenssituatie waar het is, ofwel eet je vlees, alleen dierlijk vlees, ofwel ga je dood, mm-hmm. dan zal ik waarschijnlijk uit overlevensdrang ook terug dierenvlees gaan eten. Maar in de situatie in die ik nu ben, hoef ik dat niet. De wereld geeft mij voldoende andere mogelijkheden om het te eten en ik kan elk dier zijn leven laten. Ja. En we, als we dan van onze dieren houden en als we dan het leven respecteren en we dus bij wijze van spreken ook zeggen van ik zal ook een dier niet laten inslapen als dat nu ziek wordt of wat dan ook, dat is een situatie met die ik momenteel geconfronteerd ben met mijn hond die het elke dag een beetje slechter gaat. Mm-hmm. En ik wil die in feite niet laten inslapen, ik wil die in feite geen spuit geven omdat ik mij niet tot heer en meester over het leven van dat dier wil maken, mm-hmm. ja, dan moet ik dat toch ook niet maken met dieren die ik niet ken. Ja. Want dat is ja niet omdat ik die koe niet gezien heb, als ze nog leefde, dat ik het recht heb om ze om te brengen. Ja, precies. En daar is een keer een heel slimme mens geweest in dat opzicht, want die heeft een zin geformuleerd, die kennen jullie waarschijnlijk ook, dat is Dostojewski. Mm-hmm. En Dostojewski heeft ooit een keer gezegd, blijkbaar, dat is een citaat wat je op het internet overheen kunt ook zo opzoeken, als ik niet mis ben, als ik denk dat het Dostojewski is, ik kan mm-hmm. er nu ook niet heel zeker van zijn, maar ik dacht dat die dat een Russische schrijver, die heeft ooit gezegd, als er slachthuizen zijn, zullen er ook slachtvelden zijn. Dus met andere woorden, als de mens dieren gaat doden voor te eten, mm-hmm. gaat hem ook mensen doden voor te regeren. Ja. Want dat heeft allemaal te doen met moraal. Ja. Ja, ja, en mijn moraal is gewoon zo verschoven de afgelopen jaren. En dat is mij persoonlijk, dat ben ik persoonlijk, dat ik zeg, voor mij niet. En als ik het zelf niet kan, dat dier doden, waarom zou ik dan een ander daarvoor betalen? Nee, dat wil ik niet. En dat is mijn moraal die op die manier ik verantwoord nu zo heb. Ja. Maar daarom druk ik dat nog niet op een ander op. Dat moet iedereen met zichzelf uitmaken en dat moet iedereen met zijn Heer uitmaken of met Jezus Christus uitmaken. En Jezus Christus geeft niet iedereen hetzelfde in. Hè? Anders waren we allemaal hetzelfde. Anders hadden we allemaal ook dezelfde talenten en dezelfde opgaven. En dat hebben we niet. We zijn allemaal verschillend. Ja. Okay? Maar ik versta dat zo. En mijn moeder was sowieso al een leven lang vegetariër. En is nu ook vegan geworden de afgelopen jaren. En ze voelt zich daar ook nog beter bij. En als man sich da gut bei fühlt, ist ja gut. Ja, en dat nu deze wereld, deze antichristelijke wereld, de vegane agenda komt op de wereld opdrukken, dat vind ik pas verschrikkelijk. Mm-hmm. Want die doen dat uit heel andere Bewegredenen. Ja. Die doen dat uit Bewegredenen van, oh, voor het milieu, uw CO2-voetafdruk. En Perry, begin daar een keer over. Ja, je hebt hier 5 minuten om eens een keer over CO2 te praten, waar je zo'n schitterend video gemaakt hebt met die 666 met koolstof. En wat je daar onlangs nog gedaan hebt met stikstof en al die video's die je aan het maken bent. Waarvoor ik je applaudisseer. Heb je heel goed gedaan. Zijn heel schone video's. Praat dan een keer over. Ja, kijk, een bijbelstudie moet ook ingaan op de belangen van de dag. Mm-hmm. Op die dingen van deze moment inspelen. Ja. En misschien doen we dat vandaag een beetje. Sorry daarvoor dat ik dat bij wijze van spreken nu zo propagandeer. Maar ik vind het belangrijk om over deze dingen te spreken. Om de mensen daarop attent te maken van, kijk, er is niets mis met veganisme, maar je moet altijd de redenen erachter zien waarom dat je dat doet. En ik doe het voor mijn morele instellingen, mijn geloof. Ik doe het niet omwille van dat de antichrist zegt, van je moet het doen omwille van dat dieren CO2 produceren en je moet je milieuafdruk in deze wereld verminderen. Dat is absoluut BS. Ja, ja. Ja? Daar doe ik niet aan mee. Ja. Maar ik ben wel een voorstander van de vegane agenda, maar uit mijn redenen, uit mijn overtuiging. Ja, precies. En nu wil ik het graag eens een keer aan jullie terug overlaten. Oké. Ja, en wat ik ook mooi vind aan dit, pak ik even dan de Nederlandse erbij. Dat in vers 17 de Heere Heere tegen Noach zegt dat het de bedoeling is dat al het levende zich voortteelt. En dat het zich vermenigvuldigt. Dat geldt dus ook voor de mensen. En daar zit geen restrictie op. Dat mag je doen zoveel je maar wil. En wat wij nu hebben met die milieubeweging is dat die ons loopt te vertellen. En dat komt uit Rome.
Daar is het begonnen. In de jaren 70 is het daar begonnen. En het is eigenlijk voor die tijd al begonnen. Want er is een Amerikaans rapport. En de echtheid daarvan, die wordt betwist, oké. Maar dat rapport heet het rapport van de IJzerberg. The Report from Iron Mountain. En de Iron Mountain, dat is een soort congrescentrum, een vergadertoestand in een berg. Dat is een soort schuilkelder. Dat is een video, dat heb ik zelf opgeladen op mijn kanaal. Mm-hmm. En ja, geloof jij in de echtheid van het rapport, Jurk? Goh. Is het authentiek? Ik moet eerlijk toegeven, ik heb het video nu al zeker 6 jaar niet meer gezien. Want ik heb het opgeladen, ik denk in 2013 of zo, 2012, 2013. Uh-huh. En toen geloofde ik nog ganz andere dingen dan die ik nu geloof. Ik was toen nog niet zo'n Christ gelijk dat ik vandaag ben. Uh-huh. Vooral niet met de kennis die ik nu heb. Ik zou het nog een keer moeten gaan zien, maar ik zie het een beetje in hetzelfde licht als de publicaties van de Club van Rome. Ja. En in elk geval, wat daarin staat, in dat rapport van de IJzerberg, was dat als je een volk onder controle wil houden, dan zal je iets moeten hebben om ze bang voor te laten zijn. Want als die mensen angstig zijn, dan kan jij komen als de grote redder met de gouden ideeën. En het oude idee was dat er een vijand was. En dan bedenk je even in, de jaren 60 van de vorige eeuw. De vijand, die fantaseerden ze dan bij elkaar. Want Rusland zou Amerika bedreigen. Wat natuurlijk helemaal niet kon. En daar had Rusland helemaal de middelen niet voor. Maar dat werd dan gedaan alsof. Hè? Dat was de Koude Oorlog. En in die dagen van het rapport van de IJzerberg werd er gezegd van ja, dat grapje met een militaire, vreemde, overheersende macht, dat is straks uitgewerkt. Omdat ze natuurlijk ook wel voorzagen, want de Verenigde Naties komen erbij, we worden allemaal één en zo. Dus dat werkt niet meer. En hoe moeten we het dan aanpakken? Nou, een van de dreigingen die ze dan konden verzinnen was een dreiging van een invasie van buitenaards leven. Aliens. Dat was één mogelijkheid om het volk angst aan te jagen. En die andere, dat was dat er een milieuprobleem zou zijn met de aarde. Dat we allemaal dood zouden gaan aan giftige gassen of zo. Dat met de aliens hebben ze al volgens William Cooper al, ik denk, besproken in 1916, 17, ja, ja. 18. Met H.G. Wells. De tijd van de Eerste Wereldoorlog. Dat is weer wat anders. H.G. Okay. Wells, dat was ja die radio-uitzending in 1938. Dat was iets anders. Ze hebben een meeting gehouden, ik denk in Japan of zo. Mm-hmm. Bill Cooper heeft daarover bericht. En dat was tijdens de tijd van de Eerste Wereldoorlog of zo, dat ze zeiden van dat ze voor een alien-agenda moesten gaan zorgen. Ja. En Ronald Reagan, die Amerikaanse president, die ja zijn land gewijd heeft aan de Antichrist. Ja, daar is ja vroeger zelfs een keer bewijs op het internet van geweest, dat hij neergekniet is voor de paus en gezegd heeft van Holy Father, I give you my country. Daar heb ik video's over van Inquisition Update, kunnen ik even kijken. Den punt was dat die, Ronald Reagan, ook een speech gedaan heeft. Ik denk in 1981 of zo, 82 in die tijd, waarom juist president geworden is. Ja, die was ja president van 1981, ja, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, januari was die, denk ik, veredigd geweest of zo, of maart, wanneer dat is. En die heeft er toen een speech gehouden en heeft gezegd van hoe zal de wereld eruit zien als we morgen geconfronteerd worden met een vijand tegen ons allemaal. Hè? Als buitenaardse wezen op ons zouden afkomen, dan zouden we toch al onze verschillen laten vallen. Ja, ja. Dat heeft Ronald Reagan nog gezegd. En de Koude Oorlog, zoals wij hem bij wijze van spreken noemen, dat was opgezet spel van begin tot einde. Ja, ja. Dat wäre een heel andere zaak. En ik heb je juist een link gestuurd. Bedoelde jij die video hier, Iron Mountain Planned Genocide and Paved Way to Tyrannical to Tyranny, official rare documentary. Ik heb je die link gestuurd. Ja, ik zag hem net binnenkomen. Ik ga hem bestuderen. Ja, na deze uitzending. Die video heb ik dus opgeladen 7 jaar geleden. Oké. Dat is gelijk, ik zeg zo lang is dat geleden. Ik heb hem sindsdien ook niet meer gezien. 16 november 2011 heb ik hem opgeladen. Dat is 8 jaar. Jeetje, ja. Toch.
Wir wurden alt. Ja, ja, man, das ist ein Punkt, nicht mehr. Ich habe tun in der Zeit, ich habe meinen YouTube-Kanal noch mal just abgerichtet in April 2011. Mhm. Und ich bin pass in Oktober auf November begonnen mit dem Opladen von Videos. Das ist erst ein von meinen allerersten Videos, die ich heute abgeladen habe auf meinem okay. YouTube-Kanal. Und das ist ein Mirror, ne? Das ist ein Spiegeling. Das ist kein Video, das ich selbst getan habe. Das ist ein, was ich von Internet aufgehört habe. Ja. Und das sehe ich dann auch an der Beschreibung und so. Ne? Da schreibe ich in der Beschreibung, schreibe ich drin, this is the real agenda of the powers that be and it confirms all disclosures that came from people like William Cooper, Eustace Mullins and Alan Watt. Ja, vandaag de dag luister ik zeker niet meer naar Eustace Mullins en ook niet naar Alan Watt. Jij hebt daar ook een hele tijd naartoe geluisterd en video-uitzendingen over gedaan, Perry, in het verleden. Ja. Das ist ein interessantes Video, ich schreibe da auch bei, ein Must-See-Video, so haben wir gesehen, aber das Ding ist sehr interessant. Naja, da wurden viele verschiedene Agendas wurden da besprochen, unter anderem die Alien-Agenda, und ja, das ist wahr. Ja. Ja, total. En een van die dingen was dus die milieuzaak, dat ze moesten komen met een milieuprobleem. En in het begin van de jaren 70 is er een rapport gekomen en dat heet Grenzen aan de groei. Nou, dat staat haaks op vers 17 van het achtste hoofdstuk van het eerste boek van Mozes. Ja, bei 58 Minuten in die Dokumentäre noemt het volgende onderdeel van die Dokumentäre The Iron Mountain Agenda for the Environment has been implemented. Ja? Mm-hmm. Dus bei ungefähr 58 Minuten spreekt het dan daarover. En da brengen ze dan verschillende papieren die ze daaruit brengen. Ja? Ja. Dat is hier en daar zijn zeer interessante dingen bij. Dus dat is wel een documentaire die men zich een keer kan gaan bekijken. Ja. En als je dan eens kijkt naar de... Die stikstoftoestanden, wat ze dan nu in Nederland zo'n hijsa over maken. Dan zijn er boeren en die mogen dan voor de komende tijd nog wel boeren, maar niet meer met 100 koeien. Maar ze mogen dat maar met 80 koeien, want die 20 koeien die ze zouden willen, dat kan niet meer. Dus die 20 koeien mogen niet voor die boeren, dat is een enkele boer dan. Hè? En... we hebben in Nederland een influx, een instroom van meer dan 100.000 mensen per jaar. En die komen overal vandaan. Die hebben hier helemaal niks te zoeken, maar die komen hier allemaal naar binnen. En die mensen die moeten ergens wonen, die hebben levensruim nodig. Die dringen dus de natuur terug, want dat is de enige plek waar nog ruimte te winnen is. En dus gaat dat ten koste van de natuurgebieden. Nou, die 100.000 mensen, die kunnen er wel bij. Maar die 20 koeien voor die boer, niet. En daar zit hem de agenda. Want het gaat erom dat ze die hele boerensector, die agrarische sector, voor zover die privaat is, die willen ze de nek omdraaien. Zodat de kleine boeren moeten verdwijnen. Ja, dat moet overgenomen worden door de multinational companies. Door de grote multinationals, ja, natuurlijk. En die gaan alleen maar Monsanto... Alleen maar een bediende in een grote dierenfabriek of op een grote landfabriek. Ja, precies. Gelijk dat je dat in de Sovjet-Unie had in de zogenoemde kolchozen. Ja. Dat is gewoon een omzetten van de communistische agenda die ze toen uitgeprobeerd hebben in Paraguay in de 17e eeuw. Ja. Waar de Jesuiten een godstaat opgericht hebben en alle wereldelijke macht verboden hebben en onderdrukt hebben. Mm-hmm. En alleen de geestelijke macht was en dat was de macht van de Jesuiten. Daarmee hebben ze de Paraguayaanse reducties opgetrokken en dat was de eerste communisme, doorgezette communisme op deze aarde. Ja. Wat ze daar in Paraguay in klein gedaan hebben, hebben ze dan in het begin van de 20e eeuw in Rusland of de zogenoemde daarna Sovjet-Unie in het groot gedaan. En nu doen ze dat over de hele wereld. Ja. Even voor de kijkeraars, dit is denk ik nieuw voor heel veel mensen, maar dat wat wij communisme noemen, er zijn mensen die denken dat het communisme voorbij is. Nou, dat is helemaal niet waar. Er zijn ook mensen die denken dat communisme van Marx en Engels komt, dat is ook niet waar. Nee, dat communisme dat komt van de Jezuïeten, dat komt van de paus en zijn vriendjes. Dat is heel oud. Het is de manier om de boel... Het gaat erom, dat communisme is niets meer als een oligarchie, waarbij een kleine groep domineert over een grote groep. De bekende verhouding van 1% heerser en burger en 99% drones of werker of arbeider.
dat is het model. Dat heet communisme. En dat wordt verkocht onder het mom van saamhorigheid en sociaal zijn en zorg voor die en zorg voor dit. Maar het gaat niet om die zorg. Die zorg wordt alleen maar verkocht als een verkoopargument. En wat je als volk door de strot geduwd krijgt, is communisme zoals wij dat kennen. Er is hier in Deventer een boekhandel en er is 80% van de boeken zijn gewijd aan de wandaden op te sommen van het communistische regime in Rusland met name. En dat zijn historische boeken, allemaal tweedehands. En het ene boek is nog verschrikkelijker om aan te zien dan het andere. Dat is het enige wat die man ook doet. Hij zei, in mijn boekhandel staan alleen maar boeken over het communisme. Zo verschrikkelijk als dat is. En dat begint inderdaad, en daarom vind ik het heel goed dat Jurk ermee komt. Dat is tastbaar voor ons om te zien dat het van de katholieke kerk komt, van de universele kerk komt, met hun jezuïeten. Omdat ze daarmee begonnen zijn in de 16e eeuw in Paraguay. En die gebouwen, ze maakten dan een heel groot gebouw en dan moesten iedereen, ze pikten goede grond pikten ze in. En dat was dan van Hully. En dan mochten dan de arme mensen uit het oerwoud en van alles, die mochten daar binnenkomen. En ja, die liepen dus regelrecht het concentratiekamp in, zullen we zeggen, in het werkkamp. En ze werden weliswaar in leven gehouden. En er werd ongelooflijk veel geld aan verdiend. Daar ging het om. Die mensen produceerden waren, die hadden een toegevoegde waarde, om eens even een economisch begrip te gebruiken. En van die toegevoegde waarde hielden zij 1%, die was voor hun. En 99% van die waarde, die stroomde via allerlei kanalen terug naar de katholieke kerk in Rome. En die gebouwen van die concentratiekampen, werkkampen, die gebouwen die staan momenteel op het culturele erfgoed van de UNESCO. Dat je het even weet. Dat moet nog zuinig op gedaan worden ook. Dit kan je allemaal vinden op Wikipedia. Dit is geen samensweringstheorie of zo. Nee, de Paraguayaanse reducties, zijn, als je dat googelt of als je dat in een of andere zoekmachine of het internet ingeeft, dat is geen samensweringstheorie of zo, dat is gewoon geschiedenis. Waar niet over gesproken wordt, maar dat is geschiedenis. Hè? Ja. Er wordt ook niet gesproken over de 30 of 40 miljoen doden die Stalin te verantwoorden heeft tijdens zijn heerschappij in de Sovjet-Unie. Ja. En er wordt ook niet gesproken van de 50 tot 200 miljoen doden die Mao Zedong te verantwoorden heeft tijdens zijn politiek in China. Dat is allemaal niet belangrijk. Maar belangrijk is de Holocaust die in Duitsland plaatsgevonden heeft met die 6 miljoen doden. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Dat moet je op de gewetens van de Duitsers opdrukken. Die moet je klein houden. Al die andere doden die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en waar ze gevallen zijn en hoe ze gevallen zijn, dat speelt allemaal geen rol. Maar je moet de mensen een slecht geweten inspreken. Ja. Wie spreekt de Russen vandaag een slecht geweten in over die tientallen miljoenen doden tijdens de tijd van Stalin? Mm-hmm. Niemand. Mm-hmm. Niemand. Wie heeft een keer al die doden, wie heeft dat hele systeem opgewerkt na de val van de Duitse muur? Mm-hmm. Niemand. Werd allemaal in de doofpot gestoken. En de meeste mensen die toen in het Oosten wat te zeggen hebben, hebben vandaag in het Westen iets te zeggen. Mm-hmm. Ja? Merkel was een lid van de FDJ, ja? Zoals dat dan noemde. De Vrije Deutsche Jugend. Ja? Als je iets vrij noemt, dan moet je al beginnen vragen te stellen. Hè? Ja. Als je dat in je naam moet dragen, is het zeker niet zo dat het zo zei. Hè? Nee. Ja, we gaan hier in een wespennest stoken, denk ik, heb ik zo de indruk een beetje. Maar dat is allemaal gewoon begonnen omdat ik zei dat planten geen levenwezen zijn. Maar uiteindelijk is dat toch het geval. En we leven in een wereld waar we ook eens een keer op de actuele toestanden in deze wereld moeten gaan inspelen met onze Bibelstudie. En ik vind het belangrijk dat we die dingen eventjes een keer gaan vernoemen. Ja. Daar lopen heel veel agendas. En ik zeg het, daar zijn sommige veganisten die zullen zich nog ooit een keer slecht voelen, omdat ze dat gepropageerd hebben, als ze begrijpen wat er in deze wereld voor een politiek achter zit. Ja. Ik persoonlijk niet, want ik weet de redenen waarom dat ik vegan geworden ben. Mhm. Maar vele mensen weten dat niet en vele mensen lopen gewoon de algemene propaganda na. Ja. Ik voel helemaal waar je op aanstuurt. En dat kan ik alleen maar beamen. En in mijn hart eet ik ook geen dieren meer en zou ik dat ook niet meer willen. Want ik geloof dat wat hier staat, dat klopt. En voor de rest ben ik zo lui.
da sind schitterende Alternativen. Und ich habe in der ersten Zeit, in den ersten Jahren von meinem Veganismus selbst kein Fleisch für Fangprodukten gehabt. Das kein Sojabrocken auf Seitan, auf Lupine, auf was ihr auch alle mal könnt gebrauchen. Ich habe nichts Fleischfangs gebraucht. Ich habe gewohnt gelebt von Grunte, Freude, Noten, Olien, Saaten, all die Dinge. Und da war es gut von mir. Aber ja, das muss jeder mit sich selbst altmachen. Darum sage ich ja, dass ja auch, ich bin da nie militant drauf. Nee, bin ich nie. Ja. Ich finde, dass jeder das mit seinem eigenen Gewehten, muss klar spielen. Und ich bin nicht das Gewehten voneinander. Ja. Ich bin selbst nicht der Herr über meine eigenen Gewete. Jesus ist der Herr über mein Gewete. Ich gebe mein Geweten, ich weit mein Leben an den Herr Jesus Christus und ich lade ihm mein Leben leiden. Weil dass ich selbst mein Leben leide, dann belande ich in der Verdummnis. Das lag mir auch, Das lag mir auch. Ich kann das allein mal mein Leben geben an Jesus Christus und ich kann probieren, elke Tag mal probieren zu grühen in die Manier, dass ich probiere so zu worden, als hey ist, soll man Leute nicht lücken in das Fleisch, in das ich sitze, dieses korrupte, sterbliche Fleisch, diese Licham, in die ich muss sitzen. Egal, auch probiere sie, ne? Ja. So, noch ein paar Verse. 50 Cent hat heute einen Film gemacht, der hat ihm gesagt, get rich or die trying. Ja. Ich soll sagen, become like Jesus or die trying. Ja. Or die trying, ja. Ja. En ik kan ook gelijk maar zeggen van rijk zijn, kijk, geld hebben maakt je niet rijk. Rijk zijn, dat is iets dat voel je en dat ben je. En dat is meer een gevoel dan dat je veel geld hebt en veel spullen hebt. En dat geldt voor mij zo. En dat is al heel lang zo. Dat ik kan niet jaloers zijn op iemand die veel spullen heeft of veel geld heeft. Dat lukt mij niet. Ik zie alleen maar dat iemand veel verantwoordelijkheden heeft. En denk, jeetje, ik ben blij dat ik niet zo'n groot huis heb. Want dat moet je wel helemaal schoon houden, bijvoorbeeld. Jezus heeft gezegd, wij moeten onze schatten niet opbouwen op deze aarde, maar we moeten onze schatten opbouwen in de hemel. Ja? Ja. Want hier op deze aarde fretten de motten eraan en fret de roest eraan en gaan de dieven erna graven. Dus bouw uw schatten op in de hemel. Dat lijkt mij ook. Maar in de hemel ga jij geen goud gaan dragen en ga jij geen euro's gaan dragen en geen dollars gaan dragen. Maar die werken die je als mens voortbrengt, die vruchten van je christ zijn, dat zijn de schatten die je in de hemel kunt opbouwen. Ja. En de dankbaarheid, de dankbaarheid voor jouw leven. Dat als het leven voorbij is, dat je denkt van nou, nu weet ik de grootsheid van mijn dankbaarheid. Want zolang je nog leeft, kan je altijd nog dankbaarder zijn. Maar als het leven voorbij is, dan weet je de maat van je dankbaarheid. En met al die dankbaarheid ga je dood. En ik geloof je, dat kan niet fout aflopen. Als je dankbaar bent voor alles wat jou geschonken is. Mag ich da jetzt eine iets sagen aus der Bibel? Ja. In het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, Kapitel 1, vers 21, vat het heel mooi samen. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Nog een keer? Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Prachtig. Zo klinkt het in Nederlands. En daar is natuurlijk. In Duits vind ik het beter klinken. Ja. Dan zeg het maar eens op zijn Duits. Ja, dan moet ik eens een keer gaan zien. Neues Testament, wacht, ik ga eventjes een keer naar de Schlachterbibel hier. Om het in Duits uit te zoeken. En dan brief van de Filippa. Dan pak ik even de Nederlandse erbij. Ik heb hier. Filippenzen 1:21. En in Duits is het Philippa 1:21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ja? En als we naar de Koning James gaan, daar is het dan dus Philippians, dat is naar Ephesians, ja? Kapitel 1, vers 21, en de Koning James luidt: For to me to live is Christ, and to die is gain. Dus voor mij om te leven is Christus. En om te sterven is winst. Ja. Of een aanwinst. Ja, staat hier. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Ja. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij
oorbaar zij en wat ik zal verkiezen en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. En het leven in het vlees, dat ken ik niet. Dat is perfect. Want het is ook helemaal niet. Er is geen leven in het vlees. Het is heel simpel. Als we in het vlees leven, dan doen we de goesting naar ons eigen hart. En als we in de geest leven, dan doen we Christus zijn werk. Ja. Dat is van leven in de geest. Ja. Ja. En voor sterven is mijn gewin. Daarmee zegt hem in feite gewoon, ja, kijk, je moet een keer, misschien, men mag nooit één vers uit context halen in de Bijbel. Nee. Het is belangrijk dat je in feite dat hele kapitel leest hier van Filippiens 1:21. Mm-hmm. Filippenzers. Ja, ja. Het is nog veel belangrijker dat je ook een keer beseft, die Bijbel werd nooit geschreven, waar de verschillende boeken van de Bijbel onderverdeeld werden in verschillende kapitels en versen. Dat heeft de mens gedaan om het te vergemakkelijken de Bijbel te lezen. Ja, ja. Maar elk boek van de Bijbel is geschreven als één scroll, één schriftrol. Ja. Doorgaans geschreven. Ja? Dus al die verschillen van vers en van kapitel en vers, die zijn daar oorspronkelijk niet. Dat is alleen maar om het ons gemakkelijk te maken, om iets terug te vinden. Want als ik gelijk nu zeg, van kijk eens in de brief van de Filippenzers, kapitel 1, vers 21, dan kun je dat gemakkelijk opzoeken. Ja. Als ik dat niet zeg, dan is dat al veel moeilijker. Ja. Het is een soort conclusie die je dan nu eruit trekt, zeg maar. En je moet eigenlijk de afleiding... Je moet het een keer zien in samenhang met vers 20 daarvoor. Hè? Mm-hmm. Volgens mijn ernstige verwachtingen en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, also ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Ja. Het zij door het leven, het zij door den dood. Ja. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij. Ja, precies. Je krijgt al direct een heel andere verstaan als je vers 20 mee bijleest, weet je? Ja. En nu zijn we ondertussen al in het Nieuwe Testament bij de Filippenzers in plaats van bij het Oude. Maar ik vind het een heel interessante discussie, debat die we hier vanavond houden. Dus ja, dat vind ik ook. Ook al hebben we nogal weinig versen gesproken, maar ik vind het alleen maar spijtig dat Michael zo stil is. Ja, Zijn jullie aan het leren, Michael? Nee, ik ben aan het luisteren en ik kan nur leren bij het luisteren. Okay. Dat is daarom dat ik zeg, zijn jullie aan het leren, Michael? Ja, voor mij kunnen we ook een beetje Bijbel lezen nu. Oké. Allee. Ik denk dat wir die punt gemakkelijk gemaakt hebben en dat er misschien veel mensen zijn die deze uitzending van vandaag zullen zien en die misschien over het een of ander zouden een keer beginnen nadenken. Ja? Ja. Dat ze eens een keer stilstaan en een keer vergelijken van wat vertelt de wereld hen en wat vertelt de Bijbel hen in de vergelijking. Wij moeten alles aan de Bijbel meten. Ja? En dat is niet ik, Jörg, die dat zegt. Nee, het is de Bijbel die het zegt. Mm-hmm. In het boek van de Handelingen, kapitel 17, hebt jij vers 11, daar staat geschreven, en deze waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften, of deze dingen also waren. Mhm. Dus met andere woorden, ja, kapitel 17, vers 11. Dus alles in deze wereld meten aan de Bijbel. En alleen als de dingen die in deze wereld gebeuren, gezegd worden, gedaan worden, standhouden tegen het dogma, namelijk de religieuze betekenis van de Bijbel, dan zijn ze goed en kan ik ze aannemen. En anders moet ik ze verwerpen. Ja. Daarom zegt de Bijbel op andere plaatsen, het goede behoud en het slechte gooi weg. Of zoals ik in Engels meestal in kort zeg van, eat the meat and spit out the bones. Ja. Ja? Ook al ben ik een veganer, hè, zal ik zeggen van, eet het vlees, maar spit de bonen, spit de beenderen uit. Ja. En dus misschien hebben we vandaag de dag met deze lezing, zover als we tot nu toe gewezen zijn, gedaan zijn, den een of andere mens misschien een keer geholpen om een paar dingen
uit de Bijbel nu op een manier verstaan te hebben dat hem zegt van dan meet ik dat eens een keer tegen wat in deze wereld gezegd wordt. En dan, mijn lieve broers en zusters, dan is het nog altijd aan u om de beslissing te treffen van wie ga ik nu volgen. Ga ik de mens volgen met zijn leer of ga ik de Heer volgen die mij geschapen heeft met zijn leer. Ja, ja. Dat is een beslissing die wij allemaal moeten gaan nemen. Nou? En we zeggen voor je, dat, ja, ik denk dat de mensen die hier naar luisteren allemaal bekend zijn met de Bijbel. Maar voor degene die dat dan die hier naar luisteren en die dus geen Bijbelkennis hebben, ja, voor die hoop ik dat het duidelijk wordt, dat er een kwartje gaat vallen, dat de Bijbel een heel bijzonder en diep boek is. Dat er erg veel in staat. Je hoeft het maar open te slaan op een willekeurige pagina en je trekt er wat uit. En het vormt één groot geheel. Het is een, je kan het rustig noemen het boek der de moraal. En als je dan het niet gelooft... Wat zei je? Het boek der? Het boek der boeken. Ja, het boek der boeken. Kijk, het is zo, Perry, en misschien zal ik dat eens een keer eventjes gaan zeggen, dat maakt het helemaal duidelijk in één zin. De Bijbel heeft op alles een antwoord. Je moet alleen weten waar je ze moet zoeken. Maar alle antwoorden op al uw vragen staan erin. Elke vraag die je in je leven ook maar zult hebben, wordt beantwoord door het woord van God. Je moet alleen weten waar je het vindt. Daarvoor hebben we vandaag de dag gelukkig het internet. Je kunt vele dingen in een zoekmachine ingeven. En je kunt dan een keer een trefwoord zoeken en dan dat zoeken in de Bijbel en dan zien wat de Bijbel daarover zegt. Of je leest de Bijbel voor jezelf en leert de Bijbel meer en meer en weet op den duur min of meer van buiten waar je welke antwoord kunt gaan vinden. Ik ben zover nog lang niet. Perry ook niet. Michael ook niet. We zijn allemaal in een leerproces. Maar wat wij ondertussen meer weten als jullie, dat proberen wij met jullie mee te delen. Ja. Want wij willen, gelijk onze Heer ook, dat niemand niet vergaat. Dat niemand naar de duiven gaat. Dat niemand naar de hel gaat. Ja. Wij houden van onze naasten. Ja? Gelijk dat Jezus ons ook in feite opgedragen heeft. Dat we onze naasten moeten liefhebben, gelijk dat wij onszelf liefhebben. Ja. En dat kan ik alleen doordat ik mijn liefde aan die anderen toon. Want gewoon zeggen, ik hou van jou. En je dan tegen de muur laten lopen. Of twee stappen verder gaan en de afgrond laten invallen. Dat is geen liefde, hè? Nee. Door hun daden zullen ze zien dat je een mens liefde. En onze daden zijn het woord van God met jullie te delen en ons begrip van het woord van God met jullie te delen en daarom deze Bijbelstudies te doen. Mm-hmm. Ik geef het toe, vandaag hebben we niet al te veel gelezen, maar dat komt er dan misschien de volgende keer van. Maar ik vond gewoon vers 17 heel belangrijk om daar eventjes de punt op te gaan duwen, dat in de Koning James dan ook nog van de drie Bijbels die we lezen, de Koning James, die enige Bijbel is, die punt heel duidelijk maakt in vers 17, dat elk levend ding van al vlees is en dus geen planten beinhoudt en planten dus geen levenwezen zijn. En als we dat een keer begrepen hebben, wij dan deze hele globale verwarmingsagenda van de paus en van de regeringen onder die wij moeten gaan leven, in een ander licht gaan beginnen te zien. Ja, dat vind ik ook. Ik vond het een hele goeie. En we kunnen zeggen dat we hebben het gehad over vers 19. En dat is dan de Bijbelvordering die we gemaakt hebben. Maar dat maakt mij inderdaad helemaal niet uit. Want kijk, de Bijbel uitkrijgen, even voor degene die weinig Bijbelkennis hebben. Maar de Bijbel is een boek van meer dan 1000 pagina's. En dan hele compacte, volgedrukte pagina's. Dat kan je in een mensenleven niet voorlezen op een zorgvuldige manier. Het is denk ik niet eens voor een mens mogelijk om die hele Bijbel uit je hoofd te leren. Er zijn mensen die kunnen de hele Bijbel uit hun hoofd leren. Ja? Een van de meest bekende personen die dat kunnen doen, die heeft Tom Fress altijd heel hard bewonderd in dat opzicht, is Jack Van Impe. Oh. Maar Jack Van Impe heeft dan eens een keer op EWTN gezegd en heeft het boek van het Romeins Catechisme omhoog gehouden en heeft in de camera gezegd,
Dit is het woord van God. En Dine Jack van Impe, die kent de Bijbel van buiten. Oh. Die zegt gewoon een of ander trefwoord en die zegt boek, kapitel en vers waar dat staat. Ja, oké. Die zegt okay. Zo op. Ja? Ja. Maar die heeft de geest niet om te verstaan en om in het leven om te zetten wat erin staat. Dat bedoel ik maar. Dat laatste bedoel ik. Die houdt het Romeinse catechisme op en zegt, dit is het woord van God. Ja, ja. Dat was een ogenblik, daar is Tom afgevallen van zijn geloof, bij wijze van spreken. Die Jack van Impe, daar moet ik ineens dan nog niet meer van hebben. Zullen? Nee, want dat bedoel ik ook. Met het, dat, je dus, dat je die Bijbel, ieder vers, dat je weet waar het staat. Dat vind ik niet eens zo belangrijk. Waar het mij om gaat, is dat je elk vers begrijpt. Dat je dat helemaal. Dat je de totaalheid van al die frasen, dat je dat hele beeld beseft als mens. Dat lukt je niet in een leven. Ik denk dat je over het boek Genesis, daar kan je al bijna een leven aan besteden om dat helemaal te begrijpen. Wat staat er nou eigenlijk precies? En waarom gaan er maar 8 mensen in die ark? Waarom niet 13 of 26? Waarom 8? Die dingen al. De namen van de karakters. Methusalem bijvoorbeeld, dat betekent zijn dood zal brengen. Met, dus de dood. Al die zaken. Barabbas, degene die vrijgelaten werd in plaats dat Jezus vrijgelaten werd. En dat gedoe voor degene die dat verhaal niet kennen. Maar Jezus werd dan, die kreeg de doodstraf. Maar het was een gebruik dat als er dan meerdere waren die de doodstraf zouden krijgen, dan zou er eentje vrijgelaten mogen worden. En dat was Barabbas. Maar wat betekent Barabbas? Nou, Bar, dat betekent zoon. En Abba betekent vader. Dus het volk riep, laat de zoon van God vrij. Ja, maar dat was dus niet Jezus, dat was Barabbas. Want die heette zo. Dat heeft die Dutch Uncle John, die heeft dit verhaal mij verteld, heeft het op internet gezet. En die maakt er een hele mooie grap van, dan moet je er echt om lachen. Want hoe de Bijbel in elkaar zit, dat, zeker als je de Hebreeuws erbij pakt, en man, dat is me daar toch een boek. Dus het maakt mij niet uit hoeveel versen we pakken, want we krijgen het toch niet af. Nee. Het gaat mij erom dat we wat we doen, dat we dat helemaal, net als een sinaasappel, die ga je ook niet voor de helft uitpersen en dan pak je de volgende. Nee, een sinaasappel pers je helemaal uit, tot er helemaal geen druppel meer uitkomt en die schil gooi je weg. En zo moeten wij door die Bijbel heen, gewoon vers voor vers. En alles wat het een associatie oproept, waar je maar aan moet denken, ja, dat moet naar boven komen. En jumpen door de Bijbel, zoals jij dat vandaag deed, Jurk, met Handelingen erbij te pakken en die andere, wat was het, de Filippenzen? Ja, dat is tof, dat vind ik tof. En tof is Hebreeuws, by the way. Dat betekent goed. Dat schrijf je. Dat is tof. Ja, dat is, met een V dan, hè? Dat is, ja. Dat is, ja, wat ik daar even wilde zeggen, ik zeg dat ook altijd bij mijn boeklezingen. Het is niet de kwantiteit die het uitmaakt, het is de kwaliteit van de lezingen. Ja. En we hebben vandaag niet veel verzen gelezen, maar ik denk dat we kwalitatief veel interessante dingen besproken hebben en aangebracht hebben voor de mensen. Ja. We hebben zelf zoveel interessante dingen aangebracht dat Michael, die normaal gezien een heel duidelijke prater is, vandaar heel die tijd aan het luisteren was, omdat hem geleerd heeft. En dat vind ik gewoon schitterend. Ja. En ik hoop dat die mensen eveneens geband aan hun scherm zullen gaan zitten, of waar ze het ook vernemen, wat jij en ik hiermee opladen, als ze dat ooit eens niet gezien of horen. En dat ze eveneens ook geband zouden luisteren en ook kunnen leren van wat wij vandaag gezegd hebben. Ja. En dat ze alsjeblieft, dat is mijn oproep, met die ik graag wil eindigen, dat ze alles wat wij zeggen hier ook aan de Bijbel kan meten. Ja. Want je moet mij niet geloven, je moet Perry niet geloven en je moet Michael niet geloven. Doch, doch, doch. Bijbel geloven. De Bijbel geloven. Want de Bijbel is de enige waarheid die we in deze wereld mogen ervaren. Ja. Daar heeft onze Schepper voor gezorgd dat hij zijn woord bewaard heeft voor ons om het te leren.
De Bijbel is onze gebruiksaanwijzing die wij nodig hebben om door het leven te geraken, om te verstaan waar we vandaan komen, waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan. En juist dit stukje wat we nu aan het lezen zijn, waar de 8 overlevende mensen uit die ark terug op deze aarde komen, is daarvoor heel belangrijk. En daar zullen we volgende keer in verder gaan. Ja, stel ik. Ik heb een vraag. Oké. Okay. Voor die vers 18. And Noah went forth and his sons and his wife and his sons' wives with him. Siehe da ook in sort of order. Erste Manne. En dan de Frau. Tuurlijk. Dat is doorgaans de hele Bijbel zo. Hè? De wereld van vandaag houdt er niet van. Maar dat is nu een keer de waarheid. Hè? Ja, en zoals de Forerunner altijd zegt in zijn video's. The truth is the truth, whether you like it or not. Ja. Weet je? Ja, de Teufel draait alles om. Ne? Ja, precies. Ja. En er is heel veel detail in de Bijbel. En dan kan je op een heel verschillende manier elke vers kan je interpreteren op verschillende dingen. En dus ja, da hou ik heel van. Ne? Van die Bijbellezingen. En het is ook een goed manier om een beetje meer te verstaan waar die verschil zit tussen de Engelse, de Nederlandse en de Duitse Bijbel. Ja. En ik vind de King James Bijbel uitzonderlijk. Ja, die vind ik heel ongenaakbaar. Ja. Ja, onnevenaarbaar. Ja, ja. Untouchable. Yes, dat vind ik ook. En dat alhoewel dat zowel de Statenvertaling als de Duitse Schlachter op dezelfde teksten gebaseerd zijn. De basis is hetzelfde. Maar hoe dat die mensen die ze vertaald hebben, dit is in de andere taal interpreteren. Ja, in welke geest die mensen zijn, ne, die dat übersetzen. Ne? Ja, ja. De King James Bijbel is bij wijze van spreken een woord-tot-woord vertaling. En dat kunde in elk geval van de Schlachterbijbel niet meer zeggen, want de Schlachter heeft heel veel fouten in zich, die we al verschillende keren opgemerkt hebben. Ja. Maar ja, dat is misschien een keer een onderwerp voor een andere Bijbelstudie of een andere uitzending. Ja. Ik vind het al hartstikke mooi dat we die drie vertalingen naast elkaar zetten, want het blijven toch, naar mijn mening, de drie beste vertalingen die er in omloop zijn, buiten dan door de oorspronkelijke teksten. Onbetwistbaar. Dus dan hebben we toch dat mooi te pakken. En voor het Nederlandstalige publiek, waar dit voor bedoeld is, dit krijg je in het Engels. Nou, in Nederland mag je echt wel Engels kunnen tegenwoordig. En natuurlijk in het Nederlands en het Duits, ja, dat kennen wij ook hoor. Dat door Duitse mensen die hier in Nederland komen boodschappen doen. Hier in Arnhem is dat dus op de markt. Regelmatig van die Duitsers die hier weer binnenkomen dringen. Maar die kunnen in het Duits bestellen. Dat is helemaal geen enkel probleem. Keurig worden ze in het Duits ook afgerekend met teruggeven van geld of zo. Dus, ja, natuurlijk kunnen we dat. Ik heb het wel een keer tegen jou gezegd, Jurk. Wij zijn eigenlijk de moeras Duitsers. Ze noemen de Belgen ons. De Sumpfdeutsche. Ja. Nou, ik vind het een hele eer. Ik heb heel veel respect voor Duitsland en het volk. En het Duitse volk. Dat heeft mijn respect. Ja, zo'n Nederlandse grap met een beetje venijn wat erin zit. Van wij willen onze vaarraden terug of zo. Zelfs door voetbalsupporters als Nederland weer eens tegen Duitsland moest balletje trappen. Dan gingen ze op de tribune zitten met zo'n groot spandoek. Hè? We willen onze vaarreder terug of zo. Hè? Want die zijn geconfiskeerd. Want is ook, ze zijn geconfiskeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is gebeurd. Maar dan denk ik van ja, dat kunnen we wel willen. Maar we hebben die fietsen niet teruggekregen. En in plaats daarvan, wat hebben we er wel gekregen? Nou, Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen. BMW, DAF. Ja, en wij alleen maar een DAFjes. Ik kan dan niet in DAFjes naar je schoonmoeder rijden. Kom op, man.
Ja, maar ik was ook heel vaak in Nederland geweest met de fiets. Mm-hmm. Zijn van mijn plaats zijn dat, ik denk, 12 kilometer of zoiets. Oh. 12, 13 kilometer. Okay. En da rij je dan naar Nederland met de fiets. Mm-hmm. Ja, en als ik als een Duitse met de fiets ben in het... Fußgängerzone. Wat ist Fußgängerzone. Mhm. Fußgängerzone in een heel grote stad in Nederland. Dan denken die mensen gewoon, ja, je bent Nederlands. En als je dan een beetje probeert in Nederland te praten, of jij verstaat het even goed. Ja. Fand ik dat heel leuk. Dat ik hele tijd een beetje incognito daar ben. Ik ben niet Duits, ik ben Europees. Of ik ben een beetje, een deel van mij is ook Nederlands. Als ik dat zie in mijn naam en ook bijvoorbeeld als mijn moeder, uh-huh. als ik geboren ben in 1966, als mijn moeder misschien ook een paar kilometer verder mij geboren heeft, dan wäre ik nu ook Nederlands en ik zou heel veel beter Nederlands spreken dan nu. Ne? Ja. Dus, ja, maar misschien is dat slechter Duits, hè? Wie weet. Ja. Ja. Het is of het een of het ander. Ja, maar de ding is, het is niet mijn, mijn verdienst. Het is niet mijn talent of zoiets dat ik nu Duits ben. Ik ben gewoon een mens. Ik ben een deel van Gods schepping. Ja? Ja. Dat ben ik. Ne? Ik ben niet blij dat ik Duits ben of Nederlands of dit en dat. Mm-hmm. Ik zie als je heel vaak naar de grens opgroeit, dan zie je dat niet zo als, jij bent Duits, jij bent Frans, jij bent Engels of zo. Ja, ja, ja. Dan zie je dat, dat zijn heel gewoon leuke en gewone mensen als jullie bent. Ja. De grenzen vervagen, ne? Als je zo aan de grens gaat. Ja. In plaats van in de voetgangerzone aan die mensen te gaan zeggen van ik ben Duits of ik ben Nederlands of ik ben Belg, zeg toch gewoon ik ben Christen. Ja, precies. Hele mooi. Mooie afsluiting, want we zitten fijn over het uur. Mooi gezegd, Jurk. Wil jij nog wat ter afsluiting zeggen, Michael? Nee, want ik heb nu een appel. Oh, oké. Okay. Te laat, sorry. Nou ja, oké. Okay. Be fruitful. Hey mensen, ik vond het echt een reuze goed gelukte uitzending. En we zijn weliswaar met één vers verder gekomen. Maar we hebben duidelijk gemaakt dat er niet toe doet. We hebben de Bijbel gelezen. We hebben de Bijbel uitgelegd. En we hebben het gehad over de dagelijksheden. En we hebben het gehad over die verzwerings, op z'n Duitse, verzweringstheorieën. Samensweringstheorieën. Want er zijn samensweringen. Want wij vechten niet tegen vlees en bloed. We vechten niet tegen elkaar. We hebben een strijd en die gaat tegen overheden. Dat is Efesius, de brief van Paulus. En daar heb je het over als je een christen bent. En daarom zijn christenen ook niet echt de grote vrienden van de mensen van die nieuwe wereldorde. Die ons allemaal willen vaccineren. En dat het verplicht gaat worden zonder dat we weten wat er in die vaccins zit. Christenen zijn vervolgd. En dit waren drie christenen die jullie vrolijk hebben toegesproken. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer gaan luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik tjus. En tot de volgende keer, lieverds.